Vroeger stonden hier wel 33 gebouwen in de natuur, in bos en hei. En die vormden samen een zogenaamd mobilisatiecomplex. Ja, dat weten we eigenlijk niet, want het was natuurlijk een geheim terrein. Er stonden hekken omheen en we mochten ook niet op het terrein komen. Sinds een jaar geleden pas mochten wij hier op het terrein komen. Maar wij hoorden altijd en begrepen dat hier opslag was van Defensie in het kader van de Koude Oorlog. En dat hier met name heel veel gebouwen stonden, heel veel asfalt lag. Die eigenlijk in de afgelopen 10 jaar al overwoekerd werden door de natuur. Heel veel spullen, iets van 500 voertuigen op zo'n terrein. Met alles wat een leger nodig had om naar het front te kunnen. Voor een paar compagnieën, voedsel, kleding, wapens, munitie, veldkeukens, veldtelefoons, noem maar op. De nieuwe eigenaar zal dit teruggeven aan de natuur. De reden dat wij graag dit terrein zouden willen hebben is ook een historische reden. Vroeger was dit terrein van het landgoed. Dus daarin vinden wij het ook weer passen dat het terugkomt naar het landgoed. En dat past ook heel goed in onze visie over dit gebied. Hierachter beheren wij ook natuur, ook eigendom van het landgoed. En daar gaan we het aan toevoegen. Dus het wordt in oude luister hersteld, om het zo te zeggen? Eigenlijk wordt het in oude luister hersteld, ja, dat klopt. En de eerste sporen zien we al. Er zijn hier volop reeën die van het terrein hierachter gaan komen. Indicatie is ook dat de oude blusvijver een hoge natuurwaarde heeft. Op basis van wat daar aangetroffen is. Dus we hebben wel hoge verwachting van dit terrein, wat er kan gaan gebeuren. Waarom moest het hier stoppen? De Koude Oorlog was afgelopen, gelukkig. Het heeft dus geholpen dat het hier allemaal gestaan heeft, kun je zeggen. Want er is nooit oorlog geweest, nooit een warme oorlog. En na de val van de muur is er flink bezuinigd op het leger, dat kon. Kan er straks publiek in? Het is opengesteld voor het publiek. Het grote hekwerk laten wij staan. Twee redenen, de historische redenen, maar ook om te voorkomen dat hier mensen gaan crossen en andere ongewenste dingen gaan doen. Maar wandelaars zijn van harte welkom in dit gebied. Wat is de rol van de provincie in dit alles? De provincie die heeft de sloop van al die gebouwen en het asfalt gefinancierd. En niet alleen voor dit terrein, maar voor nog 10 andere terreinen. Ja, want dit is er één. Zijn 11 van dit soort terreinen in Brabant. Ja. Hoe staat het met die andere 10? Er is er nog één die bewaard is bij Wanrooij, dat herstelt de provincie. Dus daar kan je zien hoe die dingen waren. Maar voor de rest gaan ze terug naar de natuur en dat is bepaald geen zonde.